Als je nu de, het verloop van de gebeurtenissen ziet, moet je zeggen. Dan was het moment waarop Kissinger aanbeval om naar verzwijn te gaan onderhandelen helemaal geen geschikt moment. Aangezien de strategische positie van de Oekraïne ondertussen weer aanzienlijk verbeterd is. Die strategische deskundigen die, die staan hier ook wel een beetje. Die waren kennelijk wel heel graag bereid om te gaan onderhandelen. Mij leek het ook wel verstandig om. om hè, want hoe lang kan dat duren? en Moet je al die offers blijven brengen? Enzovoort enzovoort. Maar. Als, als de staken zich op de grond zo ontwikkelen als nu het geval is, dan is meer Zelensky, heeft Zelensky meer gelijk dan Henrik Kissinger. Het is hem, kunt u mij horen? Ja, dat is toch weer een frappante ontwikkeling. Ja, dat, we hadden natuurlijk te maken met het langdurig aangekondigde zuidelijke offensief, wat ook, ook deels uitgevoerd is. Waarvan we eigenlijk nooit een nadere details kregen we niet te horen. Ze schoten wel een beetje op, maar het was allemaal niet spectaculair. Er waren enkele dorpen veroverd, maar nou ja, het, 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 het had toch een beetje een, een, een licht teleurstellend effect leken te hebben. En ja, plotseling, dit was volkomen stilgehouden, is er in het noorden... is daar een, 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 een zeer spectaculaire doorbraak gerealiseerd. Die vooral ook, ook wat betreft logistiek-strategische kwesties een enorme klap voor de Russen is geweest en misschien verder nog zal zijn. Hoe dat nou aan elkaar gerelateerd is, hè? want je las natuurlijk dat de Russen een hoop troepen hebben verplaatst naar het zuiden. Klaarblijkelijk toch een, een zwakke positie hadden in het noorden, wat snel en goed doorzien is door de de Oekraïense legerleiding mag je aannemen, of dan zijn ze niet wel goed over geïnformeerd, want we nou ja, worden tegenwoordig eigenlijk heel nauwkeurig geïnformeerd over de vorderingen op het slagveld, en wat daar precies gaande is. En ze hebben die, die kans ge, gebruikt om, om daar een, uh, nou ja, een, een vrij indrukwekkend offensief te organiseren, waarbij als het allemaal klopt en juist is en waar is ze, uh, ja, de Russen min of meer op de vlucht te slagen zijn. Ja, opvallend is toch wel dat. Dat ze zelf chaotisch hebben terug. Ja, maar die Russen hebben weken, misschien wel maanden, gedaan om dit terrein te veroveren. En nu in een paar dagen lijkt het wel Ja, En kennelijk hebben ze de defensieve posities toch te zwak gemaakt of te zwak gehouden. Of gedacht: het is daar rustig. Er gebeurt daar voorlopig niet veel. En daarvan is gebruik gemaakt door de Oekraïners. Uh, die natuurlijk nog steeds naar elkaar nemen, en, uh, zeer uh, gedetailleerd geïnformeerd worden door hun westelijke bondgenoten. Ja. Ja, de Verenigde Staten en Engeland hebben natuurlijk zeer goed geoutilleerde spionageapparaten. Je kunt die allemaal natuurlijk uit de lucht uh, bekijken. Precies. En wat ook voor de Oekraïners heel pra praktisch was, dat door de chaotische vlucht. De Russen veel materiaal hebben achtergelaten, wat dan door de Oekraïners weer gebruikt kan Tot, worden. Je ziet het ook op filmpjes, inderdaad, als ze in die steden binnenrijden, staan overal tanks die achtergelaten zijn. En dat benoemen ze dan ook inderdaad. Ja. En die techniek van de Russen is natuurlijk vreselijk verouderd. Dus ze hebben al. Een, de Oekraïners ja, hebben een technologisch ik, voordeel. Ja, of die veroudering, daar wordt, dat, dat wordt de nadruk opgelegd en uh, van allerlei dingen verouderd. Maar wat je toch vooral treft bij de Russen is, is dat het tactisch strategisch uh, ja. Ook, je kunt creatief oorlog voeren niet waar, dat is, is aan tempo, onverwachte dingen doen uh, veel overlaten aan lokale uh, bevelhebbers die hun kansen grijpen als ze die zien uh, nou ja ik, ik geef toe eens een hele pijnlijke vergelijking maar laten we hem toch maar even maken de Duitsers in 1940 uh, waar, waar iedereen natuurlijk ja, stupefair was en in feite ook in allerlei opzichten op de loop ging eh uh, dat zie je bij het Oekraïense leger. Het is een... Uh, je moet die lijn prijsje toekennen voor het feit dat ze, dat ze werkelijk met, met, ja, met toch veel minder middelen dan de tegenstander uh, hele opmerkelijke resultaten hebben bereikt. Oké, okay, geholpen met allerlei moderne wapens uh, door, de, door het Westen, maar desalniettemin, ik bedoel, de Russen hebben meer ammunitie en meer kanonnen als het erop aankomt dan de Oekraïners. Ja. En je ziet dat dus een, een goed moreel ja, de overtuiging dat je ergens voor staat, dat dat natuurlijk ook een hele centrale rol speelt. De motivatie is heel... De motivatie is hoog, want ook zij moeten enorm hoe verder de mensen verloren hebben. Ja, maar de motivatie is niet alleen bij de Oekraïners, maar bij de Russen ook ontzettend laag. Ja, het is bij de Russen waardeloos, heb ik begrepen. Ze krijgen ook slecht betaald, hè? Dat zouden ook een ja. mee hebben, of ze krijgen ja, niet ja, omdat, betaald. Ja, omdat Poetin dus weigert om, het, om laten we zeggen, tot een omvangrijke nationale mobilisatie over te gaan omdat hij dan natuurlijk geconfronteerd wordt met zijn eigen falen. Precies, en dan moet hij het ook een oorlog noemen. En nu, nu noemt hij het inderdaad nog een militaire operatie. Sorry, een speciale militaire operatie. Een hele slechte speciale militaire operatie. Ja. Hoe komt dit aan in het Kremlin, dit verlies? Nou slecht, ik begreep zelfs dat er nu meer en meer open, openlijke kritiek op Poetin was. Of in ieder geval op de militaire leiding. Want dat dit eh, natuurlijk langs het Sahara beroerd uit natuurlijk. Na, na die verschrikkelijke nederlaag daar bij Kiev. Eh, en, en het wordt eigenlijk steeds beroerder, daar komt het op neer. Ja, ik zag ook een praatprogramma inderdaad in Rusland waarvoor het eerst inderdaad werd gezegd: we maken ons zorgen, dit ziet er niet goed uit. Nee, dat, dat kun je je voorstellen dat je je zorgen maakt. Maar dat is uniek voor de Russische TV, dat ze zo praten. Ja, zij pikken dat ongetwijfeld op van de westerse nieuwsbronnen, maar dat ze het nu ook durven te zeggen. En dat het niet alleen maar Hosanna is, dat is toch wel een interessant signaal. Ja. Als jij toch in Rusland op de tv uh, zou zeggen wat je wilde, dan is je leven niet meer veilig als je s'avonds thuis komt, denk ik. Nee, nee dat is waar. Uh, ja, ik denk niet dat je direct doodschieten, maar dat, uh, je krijgt wel huisarrest of gevangenisstraf zoiets dergelijks. Ja, ja uh, nou, suggereer dat je in Nederland alles mag zeggen op tv, dat is helemaal niet zo. Je krijgt geen huisarrest of zo, maar. Ik wil daar niet Sur pieten en die altijd autobiografische details verschaffen, maar. Een aantal malen heb ik iets op tv gezegd waardoor ik simpelweg niet meer uitgenodigd werd. Nee. Namelijk, je moet wel iets zeggen wat ook spoort met wat de redactie er ook van vindt. Ja, 9-11 is een bekend voorbeeld bij jou. Ja, een heel bekend voorbeeld. En, ja. We hebben dat, dat natuurlijk met, met de inval in Irak we weer gehad. Ja. Ja, wat was toen ook alweer? Wat heb je toen ook alweer geroepen? Nou, dat het een idiote onderneming was. En dat alles wat de Amerikanen erover zeggen regelrecht gelogen was. Wat elk normaal mens die geïnteresseerd was in een krant kon lezen. Alleen ja, het was toen in Nederland was de opinie dat wij het met de Amerikanen eens waren. En dat, uh, dat ze daar moesten zijn een van de grootste bedreigingen van de wereldvrede was die ooit had bestaan. Hmm. Maar we zitten trouwens, er uh, is dus een kind wat. Ja, is dat niet... is uh, heel, ja. heel tragisch gaan huilen. Ja. Dat past wel een Kijk, beetje ja, bij het onderwerp. Je een kind wat niet, wat niet genoten heeft van het. Uh, Elisabettaanse drama. Ja. Was dat het laatste voorbeeld van Irak? Mocht je toen ook niet meer bij de tv komen? Was dat het volksgezondheid? Nee, op een gegeven moment was het ineens afgelopen. Ah, oké. Okay. Ja. Eh, en dat ging eigenlijk of er wel of niet massavernietigingswapens waren. Ja. En nou ja, het, het, ik beweerde dat dat onzin was. Wat je ook en nogmaals, ik had dat natuurlijk allemaal niet zelf verzonnen of zo. Ik doe niet aan eigen nieuwsgadering. Ik kan niet anders doen dan een krant lezen. Daar komt het op neer. En ja, toen Night Rider press die ondertussen ik ook alweer verkocht is. En die, ja, die was heel kritisch op het Amerikaanse beleid. En liet steeds zien, op hele goede gronden. Dat alles wat de Amerikaanse regering daarover te debiteren had. Dat er gewoon gelogen was. Dat een verstrekte kletskoek was. Dat er waren helemaal geen, geen had, die Althans niet in de zin. waarin dat door de Amerikanen werd bedoeld en gesuggereerd. En nou ja, dat, dat heb ik wel eens gezegd. Dat dat zo dus was. Ik heb, ik heb zelfs wel eens gediscussieerd. Ook voor de TV. Met, samen met Marcel van Dam tegen Arend tegen Jan, -Jan Boekenstein. en eh, hoe heet ze, onze, onze eurocommissaris... Nelly Kroes? Ja, Nelly Kroes. En, eh, nou ja, we, Van Dam en ik, die zeiden, dat is een beetje wat ik nu net eh, kortzamer had tegen jou opgezegd, en, nou ja, Nelly Kroes en Arend en, en Jan Boekesteijn zeiden natuurlijk, je zult het nog wel merken, dat komt nog wel uit, dat is allemaal verschrikkelijk en... Hoe kun je zo naïef zijn? Dat is toch onzin? En nou, en goed, dat is uh, Arjen overigens heel correct. Hij heeft achteraf gezegd dat, uh, dat hij geen gelijk had. Het speet dat hij, dat hij dat er allemaal over gezegd had. Ja. Er was trouwens nog een uh, mooie reportage van Jeroen Akkermans bij RTL. Die was in Kiev en die stond daar in uh, de, de club, zeg maar, de, de discotheken die weer gaan, uh, Wel met avondklok, want om 11 uur moet volgens mij alles open uh, of dicht, gaan, uh, dicht zijn. Maar dat was wel, het liet wel weer zien dat het normale leven ook in Kiev langzaam weer... Ja, opgeven. ik begreep al een hele tijd dat ze gewoon weer op de terrasjes zaten en zo. En ja. min of meer probeerden toch het normale leven op te starten. Wel begrijpelijk, je kunt niet eindeloos in de rang blijven. Ja, vind ik wel goed aan die akkermans. Want die heeft... wat, je, wat je altijd vergeet is hoe groot dat land is. Ontzettend, hè? Ja, dat is, je ziet het op het kaartje staan, maar je gaat er maar eens doorheen rijden. Dat is, uh... Het is groter dan Frankrijk. Ja, 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 ja veel groter. Ja. ja, nou, veel groter. Niemand is groter dan en Frankrijk is de grootste qua oppervlakte, de grootste West-Europese natie. Ja, maar hij had hele karakteristieke figuren in die reportage. Ook mensen die met van dat lange haar stonden. De headbangen, heet dat volgens mij. En daar stond hij naast. Volgens mij ook daarna de presentatrices in de studio kwamen niet meer bij van het lachen, uh, omdat hij dat. Hij zoekt wel altijd dat soort verhalen op. Echt een oorlogsverslag, wat Koeniemus ook had. Hè? Ja, mij zegt het niks. Maar ja, ik ben zoals je weet een waardeloze tv-kijker. Maar nee. nou, ik vind het wel mooi dat uh, die verslaggevers naar het front toe gaan, weet je. En die willen ook bijna vooraan staan. Nou ja, er zijn, er heel, er zijn heel wat journalisten om het leven gekomen in ja. de Oekraïne. Ja. Dat is een heel gevaarlijk beroep voor ons verslaggever. Stan Storiemans is de bekende cameraman. Die, uh... Ja, die is toen, waar daar, was dat? In Georgië was ja. dat toch? Ja. Dat was ook zo'n zo raket hier. Was dat, is dat Tbilisi? Nee, dat is weer wat anders. Ja, ja wel daar in die, in die regio is hij ja. om het leven gekomen, ja. Nou goed, in ieder geval is dit wel een lichtpuntje voor de mensen in Oekraïne. Ook voor, voor ons in het Westen, toch? Dat dit gebeurt. Absoluut. Die oorlog die daar gevoerd is, wordt, is van, van aanzienlijke betekenis ook voor de toekomst van Europa, natuurlijk. Ja. Kijk, zou Poetin die oorlog uh, winnen of alglansrijk gewonnen hebben. dan ziet natuurlijk ook de hele strategische situatie er in Europa anders uit. Want dan moet je steeds op je hoede zijn. Een nieuwe podcast die die opvoert. Denk aan de Baltische Republiek. Je kunt je daar allerlei scenario's bij voorstellen. Intimidatie ten aanzien van Oost-Europese landen. Een kort deel kun je kunt heel scenario opbouwen. En dat zijn allemaal zaken die nu in feite niet aan de orde zijn. door de, door de opmerkelijke tegenstand, effectieve tegenstand, die de Oekraïne biedt. Vandaar ook dat ik. Ik denk dat het volledig gerechtvaardigd is ja. dat we de Oekraïne op grote schaal assisteren. En ik hoop ook dat tegen de tijd dat, het, dat we het koud krijgen, hè, dan schijnt dat in Nederland in ieder geval erg mee te vallen. Ik denk nog steeds, waarom zou je in godsnaam niet, als het echt de nood aan de man komt, die kraan in, 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 in uh, Groningen weer opendraaien? Ja, dat blijft een beetje vaag, waardoor je sowieso al het idee hebt van dat, dat ze dat wel achter de hand hebben. Als er de Turkse regering, laten we het nog maar een keer zeggen, niet zo'n onbeschrijfelijke puinhoop van aan had gemaakt van die, laten we zeggen, van die compensering van die, van die Groningers voor de geleden schade, dat is toch ook weer een van die dossiers. Dat je denkt. van hoe is het gods mogelijk dat je dit zo laat voortetteren? Zonder dat er enig praktisch resultaat geboekt wordt. En wat blijkt dan uit de krant dat de NAM en de overheid al jaren ruzie maken over die zaak, dat is toch, daar wordt toch treuren van. Hmm. Als dat toch geweldig goed geregeld was, het geld was uitgekeerd, ze hadden al die huizen aardbevingsproef gemaakt, dat zijn zo verschrikkelijk moeilijk, dan had je kunnen zeggen, bro, we zetten tijdelijk, oké, okay, tijdelijk zetten we de kraan er even open. Heb je Henk al nog gehoord van de week bij de commissie? Nee, ik vond wel dat hij er met die baards, dat hij Heel anders uitzag dan vroeger. Ja, dat is een trend nu, hè? dat ze allemaal zo'n baard hebben. Nee, maar... Maar dat lees ik wel in de krant. Ik blijf bij mijn theorie. Als je je informatie van de televisie wil oppikken, dan ben je veel meer tijd kwijt dan wanneer je gewoon in de krant leest wat ja. er eigenlijk precies gezegd is. Maar je zei toch iets van, nee, er is veel meer opgerond dan dat ik zelf wist. Nou, er bleken allerlei vreemde dingen, laat ik het zo zeggen. Een van de meest opmerkelijke dingen in dat verhoor was dat de topambtenaar in feite gewoon op eigen houtje van alles en nog wat besliste. En dat de ministers daar niks mee te maken hadden. Want hij was politiek verantwoordelijk? De, de, ja, ja, de minister is politiek verantwoordelijk, nee. niet de topambtenaar. Nee. Maar ja, er bleek al bij vragen, dat vragen wist van niks als het te puntje bepaaldje kwam. En ik val, had hij er geen actieve herinnering aan hoe dat dan precies zit, je kunt ook zeggen... Dit was in de tijd ook de methode waarmee rekening uit de wind werd gehouden. toen dat, dat schandaal uh, zich openbaarde over die, die leveranties aan Iran. Iran-Iran-contra schandaal. Hè? Dat je zegt, ja, nee, nee, we hebben de president, het is zo'n onnozelaar, dus we hebben hem maar helemaal niet geïnformeerd. En ja, Nu bleek ook dat die topambtenaar alle mogelijke besluiten had genomen. En, maar ja, wat natuurlijk ook bleek is dat. dat dat advies van die mijndienst, van die controle van het mijnwezen, eh, dat, die had, dat die hadden heel duidelijk geadviseerd om het, om het eh, te minimaliseren. Dat wil zeggen om onze contracten na te komen. Maar we leverden veel meer dan eigenlijk dringend noodzakelijk was. En dat, die, dat hebben ze er niets van aangetrokken. En Henk Kamp heeft er ook niks van aangetrokken. Ik begreep uit de krant dat hij zich handig ontrokken aan, aan kritische vragen van dat panel. Van die enquêtecommissie. Het kan natuurlijk ook strategie zijn, hè? Dat dit gewoon zo afgesproken is op het ministerie. Het zo van... zou kunnen, dat weet je nooit precies. Maar ze, ze staan wel onder Ede. Dus als je tenslotte hebt blijkt dat je onder Ede hebt gelogen, dat kan vervelende consequenties hebben. Ja, maar als je dit afspreekt en het staat nergens Ja, ik zwart moet op... zeggen dat dat bij die toeslagenaffaire... bleken al diverse hoge ambtenaren onder Ede gelogen te hebben. Dus uh, we zullen het zien. Maar het, het is toch ook weer pijnlijk. Het is steeds. Blijkt hetzelfde: uh, slappigheid, incompetentie, wel geïnformeerd maar niks gedaan, Gods water over Gods akker laten vloeien. Het, het. En, en, en als het nou één dossier was, maar het, het zijn een reeks van dossiers waarbij, waarbij dit soort van, ik weet niet hoe je het moet noemen, desinteresse, onmacht, incompetentie. Ja, waarbij toch op een beschokkende wijze blijkt... dat ons, ons regeringsapparaat op diverse niveaus niet goed functioneert. Ja, we kwamen hierop uh, vanwege Poetin. Uh, wat ik me nog afvroeg, hè? Vanwege Poetin, ja, ja. Misschien moet ik nog even Adolf Hitler vermelden. Ja, die hebben we al een paar keer genoemd. Maar denk je dat Poetin... Er wordt altijd gezegd, want hij wordt nu teruggedrongen... je moet hem op een gegeven moment je moet hem een uitweg bieden. Want als hij echt helemaal verslagen wordt, dat is niet goed. Want dan wordt hij misschien wel rancuneus, gaat hij gekke dingen doen. Wat zou een uitweg voor hem... Kunnen zijn in dit verhaal. Uitweg nou, zijn natuurlijk onderhandelingen waarbij, die, waarbij ze toch nog een deel van de, van de terreinwind zouden kunnen behouden. Nou is het alweer enige tijd geleden dat een aantal hele prominente strategische deskundigen heeft gezegd: van ja, we kunnen hier niet eindeloos mee doorgaan. En die schade is toch enorm, ook in de Oekraïne is de schade enorm. Het is nu toch echt wel tijd om te gaan onderhandelen. Ze hebben besloten, voor rekening hebben die rust al meerdere zeepers opgelopen daar. Dit, dit is de tijd om te gaan onderhandelen. Waarbij Zelensky steeds zei, nee, dat gaan we helemaal niet doen. Want eh, ik, eh, wij moeten eerst moeten we een overwinning behalen in die oorlog. En dan zei de deskundige, nou ja, het wordt geen overwinning. En het moet worden. Maar als je nu de, het verloop van de gebeurtenissen ziet, moet je zeggen... En dan was het moment waarop Kissinger aanbeval om naar nou Versvijnen te gaan onderhandelen helemaal geen geschikt moment. Aangezien de strategische positie van de Oekraïne ondertussen weer aanzienlijk verbeterd is. En wie zegt ons, kijk, tenslotte breekt de winter aan. Je weet dat dat is een heel ander fenomeen daar dan dat hier is. Bij ons is de winter eigenlijk een soort, soort vooraankondiging van, van uh, de vroege zomer. Alleen zitten er geen blaadjes aan de bomen. Dat, om het, even kort het is een lange herfst. Ja, lange herfst, zo kun je het ook noemen. Het eh, is dus ietsje meer regen en, en zo. Maar, dat is in Oekraïne, is dat een heel andere kost. Dat is een landklimaat, dus dat, dat gaat er anders uitzien. Dus dat, maar nogmaals, die, die, die strategische deskundigen, die, die staan hier ook wel een beetje. Die waren kennelijk wel heel graag bereid om te gaan onderhandelen. mij leek het ook wel verstandig, om, om hè, want hoe lang kan dat duren? en Moet je al die offers blijven brengen, enzovoort, enzovoort, maar... Als, als de staken zich op de grond zo ontwikkelen als nu het geval is, dan is meer Zelensky, heeft Zelensky meer gelijk dan Henrik Kissinger. Ja, en dan moet Poetin op een gegeven moment naar die onderhandelingstafel. Of hij dat zelf doet, dat zullen celulab... we... Dan wil hij dat wel helemaal niet. Misschien nee. denkt hij wel van, uh, laten we de boel maar rekken tot het winter is. Dan ligt het voorlopig vast, dan gaan we eens kijken voor het voorjaar hoe het, hoe het verder moet. Want in de winter... En dan schiet ik af en toe zo'n raket af. Ja, maar in de winter is het on, ondoenlijk om daar door te vechten heb ja, begrepen van we wel. Hmm. Dat valt niet mee. Nou ja, kijk naar het Oostfront in de Tweede Wereldoorlog. Daar is gewoon doorgevochten. Uh, dat, uh, ja, dat kost offers. Gigantische offers. Je kunt wel vechten, maar het is, wordt wel allemaal heel problematisch. En ik heb begrepen dat toch de intensiteit dan aanzienlijk minder zal zijn. Dan kun je ook met je voordeel gebruiken. Ik kan ook. Tot nu toe hebben de Oekraïners steeds. Uh, hoe, hoe zullen we dat eens goed formuleren? Uh, op een heel creatieve manier gevochten. zij zijn in principe degene met de minste spullen en de minste mensen. Ja. En ze hebben het er fantastisch van afgebracht. En toch weer die motivatie, want ik had het net over die ja, clubs. Ja, die motivatie speelt natuurlijk in een oorlog een enorm belangrijke rol. Ja. En ze hebben samen in die clubs. Zeggen ze zeggen: als je hier een kaartje koopt om binnen te komen, deel gaat naar het front toe. Ja. Ja, er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden van, van luiden die uiterst competente creatieve oorlog hebben gevoerd. Je kunt ook denken aan, aan Israël in zijn hoogtijjaren als oorlog waar, waar je ook ja, waar je steeds zegt van kijk, zo kan het ook. Ja, je vindt het nog altijd een mooi leger, hè? Israël? Ja, dat weet ik niet, want die hebben ze dan een hele tijd niet meer gevochten, natuurlijk. En dat is één van de een van de cruciale aspecten van vechten. Is, is als je daaraan begint, dan weet je niet precies hoe het gaat, tenminste, als je het niet eerder gedaan hebt. En dan moet je het leren hoe je het moet doen. En dan tenslotte, ik zou nu zeggen, ik denk dat op dit moment het Oekraïense leger het meest effectieve leger in Europa is, zonder meer. Schreef ook al iemand. Het wordt tijd dat als dit, als dit uh, zo verder gaat, dat al die, al die militairen West-Europa zijn uh, 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 educatie gaan volgen en hoe je dat aan moet pakken. En je ziet toch steeds dat dat creatief oorlog voeren is, dat je onverwacht bent, dat het snel gaat, dat je veel overlaat aan lokale commandanten. Het, het zijn vaak toch dezelfde patronen. Vandaar dat ik, oké, okay, het zal niet populair zijn, het, het voorbeeld gaf van het Duitse leger in 1940. Ja. Wat vind je trouwens okay. van die, die... Tempo, tempo, tempo. Blieskrieg. Onverwachte dingen doen. Ja, die Blitzkrieg, dat is toch wel iets wat vaak wordt aangaan? Ja, die Blitzkrieg is ook een mythologie, maar ik moet het misschien eens een keer hierover hebben. Er staat in een dik boek Blitzkrieg Legend voorbij aangetoond. Die Blitzkrieg, dat is iets, vooral iets wat we er achteraf van gemaakt hebben. Oké, okay, dat was op dat moment niet dat Hitler zei, we gaan nu in Blitzkrieg? Nee, of? helemaal niet. Hitler was er hartstikke zenuwachtig over. Dat het, dat het veel te snel ging. En, en nou ja, Hitler heeft het stopgezet, waardoor ze in Duinkerken al die lui van de strand hebben kunnen halen. Mm -hmm. Wie heeft het bedacht dan, dat het zo snel moest? Nou, de, de Duitse panzergeneraals, want in, in Berlijn waren ze van zenuwachtig. Dan zeiden ze, ja, joh, joh, niet zo snel <laughs> en zo, uh, wacht nou eens even, waar zijn jullie nu? En dan deed je net of hij het niet gehoord had. En die, die, die hield het tempo erin. Ja. ja, ze stond in drie weken in Abbeville, ze stond in drie weken aan de kanaalkust. Ja. Is dat ook, is, kun je daar dan ook uit concluderen dat je eigen mensen op afstand... Hè, die in de hoofdstad zitten mee te commanderen... die moet je eigenlijk niet te serieus nemen, want die kunnen het niet... Nou goed ja, doen. dat hebben in ieder geval die, die panzergeneraals toen niet gedaan. Waardoor, die, waardoor er een blitzkrieg als het ware ontstond. Ja. Ook, zoals altijd, door de incompetentie van de tegenstander. Ja, ja de Fransen begrepen er niks van. En die, die hadden er allemaal niks van begrepen. En die hadden het hele strategische concept niet aan niet vermoed... En... Nou ja, zodoende is Frankrijk in feite in drie weken verslagen. Ja. Nog één detail waarvan ik me afvraag hoe belangrijk het is. Aan de grens uh, van Polen wordt in Wit-Rusland nu een oefening uh, op touw gezet. Ja, oefeningen, daar ben ik toch niet zo van onder de indruk. Hè? Oefeningen, ja, hebben we niet geoefend in de Harskamp. Uh... Ik zou zeggen, er is een fantastische oefening gaande in de Oekraïne, namelijk een echte oorlog. Ja. En voor zover we daar iets van geleerd hebben, is dat de Russen nog en de Wit-Russen nog heel veel moeten oefenen voordat ze zo effectief oorlog kunnen voeren als de Oekraïners het klaarblijkelijk kunnen. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, die oorlog in Oekraïne die is ook begonnen met oefeningen. Dus dit is misschien wel ja, een soort van... Navier. Nou, ik ben heel benieuwd naar. Hmm. Denk je dat uh, Poetin het in zijn hoofd haalt om Polen eventueel uh, binnen te vallen? Nee, dat zal hij zeker niet doen. Vanwege de, de NAVO? Ja. Vanwege ja. het feit dat het dan echt helemaal mis is. Ja. Artikel 5, dus dat, hè? Dat gaat niet gebeuren. Ja. 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 En ook Idemdito, de Baltische Republiek, wat natuurlijk nog veel gevoeliger ligt. Het was een onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja. Polen was een bezet deel van. Van de cordon sanitair van de Russen in Oost-Europa. Ja, en heeft zijn handen vol natuurlijk aan Oekraïne. Wat daar natuurlijk nu misgaat. Ik denk als het is. zo daar gaat, dat zijn handen steeds voller en voller krijgt. Ja. Ook met interne kritiek. Waar natuurlijk het is goed ook gezegd wordt. Ja, wacht nou eens even. Waar zijn met godsnaam mee bezig? Ja, ja. En ondertussen toch. Kijk, eh, gas wordt wel als wapen ingezet. Maar je ziet hoe snel dat ook hier in Nederland op, bij sportclubs verduurzaamd wordt. Hè? Dus eh, wat de overheid ja, niet voor hadden elkaar. het al een keer over volgens mij. Dat uit de cijfers bleek dat... ...in een half jaar 25% minder elektrische energie gebruikt was, dat je ja. denkt, van, of minder gas gebruikt was. Dat je denkt, als dat dus blijkbaar kan, dan zit er natuurlijk nog een enorme marge in dat gebruik... ...dat mensen maar een beetje aanrotzooien en niet waar bij de wc altijd op de grootste knop drukken... ...en niet op het kleinere knopje en de lichter maar laten branden voor het geval dat en nou ja, kortom... Dat we heel slordig omgaan met de energie die we hebben. Ja, maar de, wat goed, als je met een auto, kun je 1 op 10 rijden als je als dus een gek doorrijdt. En je kunt ook met een auto 1 op 20 rijden. Ben je er praktisch even snel. Uh, alleen moet je dus iets aan een andere rijstijl aanmeten. Ja. Weet je trouwens even tussendoor als je achter een vrachtwagen gaat rijden, hè, wat je dat dan scheelt? Pff, ik weet niet. Het, in principe moet er dus een soort van slipstream zijn waar je van profiteert. Uh, en dat zal je, zal je, je kunt waarschijnlijk wel iets zuiniger rijden, maar ik kan iedereen verzekeren dat, dat als je anders rijdt dan je nu doet, en je weet dat veel Nederlanders hele rare dingen doen op de weg, dat je echt denkt van, eh, zou je vanochtend nu, van nu al met, met beide benen verkeerd uit beds gestapt zijn? Nee, als je natuurlijk, je ziet in de verte dat de op rood staat, dan is het wel handig om je voet van het gas te halen. Ja. Dat het, en in een elektrische auto word je beloond als je dat doet, want dan laat je batterij weer eventjes op. Ja, voor een hybride auto is dat ook zo natuurlijk. En en nou ja, ik wil verder geen reclame maken voor auto's, maar, maar ik rij in een betrekkelijk grote auto, rij ik zonder al te grote moeite bijna 1 op 20. Doordat het een auto een hybride karakter heeft. Hm. Maar je rijdt altijd op de rechterbaan. Ik rijd als een sukkel. Ja. En dat wordt je ook soms door je medeweggebruikers ook wel ingepeperd. He, dat je wel, dan kan je niet een beetje, dan komen ze je ook zo voorbij, rijden, dat je denkt van, dat zou die, ja, dat je denkt van, die man is nu al een psychisch wrak. Denk je dan bij jezelf. Maar jij je houdt wel echt. 100... Ik ben wel heel anders gaan rijden dan toen ik uh, 21 was. Ja, maar je houdt wel 100 aan. Het is niet zo dat je. Nee, nou, ik zet hem op 102. Op de cruise control nee, dan zet ik okay. hem op 102. Maar het is niet waar je 100 rijdt dat je naar 80 gaat rijden. Nee, 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 nee. Nee. Heb ik heb ooit iemand gekend die, die vooral erg praatlustig was. En dan zo in het gevangen raakte in zijn eigen conversatie. Nee. Dat zijn snelheid op de grote weg steeds verder terugzakte. Ja. Zodat hij tenslotte 40 kilometer per uur reed. En dan, dan wordt word word er enorm ge, geflitslicht, hoe moet je dat zeggen? Dat ja, is wel gevaarlijk, ja. ja, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Ja. Dan aanrijden. En als je dan zei: hé, hey, we uh, rijden 40. <laughs> Oep, dan ging hij weer naar 100. En dan, als de conversatie bleef, dan zakte hij weer langzaam terug naar de andere snelheid. Het was in een tijd dat cruisecontrole waarschijnlijk nog niet bestond. Nee. Zeker niet. Dit was mijn, mijn chef. En, en het, zeker op die auto die hij rijdt, daar zat helemaal geen cruise control nee, 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 nee. Cruise control is natuurlijk een beetje een typisch Amerikaanse accessoire. En als je een paar weken in, in een Montana en in Wyoming rijdt, dan begrijp je ook hoe belangrijk en nuttig cruise control is. Je zet het erop. En het ja, ene zaak waar je voor op moet letten, is dat je in je slaap valt. Nee, maar. Om nog even terug te komen op Poetin en het gas, wat de overheid dus niet voor elkaar krijgt, namelijk sneller voor duurzamer. Ja, bereikt door prijzen, hè, dan wisten we dat wel zo'n een beetje. Dat, dat, dat mensen heel prijsgevoelig zijn. Ja. Ja, dus dat je heel veel kunt bereiken door prijzen te verhogen of te verlagen. Maar Rob Jette was ook gevraagd hè, van wat betaalde nu. En hij zei, ja, het is ook 800 euro ruim per maand hè, wat ik uh, moet aftikken voor ah. energie. Ja, God, ik, ik, heb, ken, ik weet alleen met gas. het gas wat ik afneem, weet ik. Dat is 374 euro. Als je natuurlijk weet dat er bij mij boven gewoond was, door het huis heen waait. Ja, het zijn oude huizen, we hebben het er alles over gehad. Ja. ja, ik kan het wel laten isoleren, maar dat, uh, gaat in, in al deze, dit type van huizen, is dat natuurlijk een hele onderneming. Ze zijn er niet opgebouwd, per slotverrekening. Ja. Nou, ik heb van die zonnepanelen thuis en de gasprijs stijgt, maar dat je die zonnepanelen hebt op, een, op elektriciteit, win je toch wat terug. Nu zeker in de zomer. Zeker, zone. zeker. Nou, de, de, de buurman vertelde me net dat ze, uh, dat ze met z'n allen zonnepanelen willen doen. En uh, nou ja, misschien moet ik daar maar aan meedoen. Ja, ja dat is wel, het levert wel veel. Het is natuurlijk even ja, wij zijn monumenten, dat is wel een probleem. Ja, en je moet, ja, precies, want dan mag het niet in het zicht liggen volgens mij. Hè? Precies. Dat ja. ja. En je moet je dak ook verstevigen. Ik weet niet of, dat, of het dak is al stevig genoeg maar het moet wel ja, eens. Gewoon in die 42 jaar, het is er nog niet afgewaaid. Dus ik ga ervan uit dat het stevig genoeg is. Ja. Zelfs nog nooit een pan van het dak gewaaid. Kijk. Moet ik natuurlijk even afkloppen op niet aanwezig hout, maar... Ja, nou dan is het wel een echte kwaliteit. <laughs> een echte ja. kwaliteitsfoto, ja. 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 Dan komen ze je ook zo blij zijn, de geschiedenis van onze welvaart. En dan komt er een uitvinder en die vindt iets uit waar nog niemand ooit aan gedacht heeft. En u zult zien, dat is bij geen enkele uitvinding is dat eigenlijk het geval. Volgens Kenners een van de beste lezingen die Maarten ooit heeft gegeven. Er is zo'n hele mythologie dat eigenlijk al die uitvinders van de 18e eeuw... van de Engelse industriële revolutie, dat dat eigenlijk allemaal vrij primitieve knutselaars waren. De geschiedenis van onze welvaart. Nu te downloaden als luisterboek. Check de show notes.